opstaartduel op de Westmaat als Spakenburg de koploper de nummer laatst FC Lisse ontvangt. De koploper draait niet echt lekker de laatste weken, want het verloor de laatste twee wedstrijden. Uit bij Rijnsburgse Boys en vorige week nog in Hardenberg bij HHC. Dus is weer hoop voor de concurrentie en gaat het misschien nog wel spannend worden in de Bad Nation divisie. Spakenburg hier wel in de aanval. Het leidt tot het eerste schotje van Ahmed El Azouti. Lisse overleeft de openingsfase op de Westmaat. Chris de Graaf, de echte clubman, heeft gezegd dat zijn ploeg Spakenburg vanaf nu alleen maar finale speelt. Eerste half uur is wat tam, maar dan is er deze vrije trap voor de thuisploeg. Achter de bal Koen Westdorp. En die bal wordt van dichtbij binnengekopt door Ahmed El Azouti. Natuurlijk, wie anders? De spits van Spakenburg met alweer zijn 15e van het seizoen. Passeert daar invaller doelman Richard de Groot, die misschien wel had moeten komen. De Groot in het doel omdat Joost Meendering vorige week geblesseerd raakte tegen de Kozakken Boys. De wedstrijd waarin Lisse wel de laatste strohalm greep door te winnen van die directe concurrent. Opbouw is slordig hier van Spakenburg. Wat heet, er wordt zomaar ingeleverd. Komt die bal bij Ronnie van de Putten. Dit is een schuivertje voorlangs van de Putten. Die nog scoorde vorige week tegen Kozakken Boys. Het was trouwens toen de eerste thuisoverwinning pas van het seizoen van Lisse. Dat nu weer ver wordt teruggedrongen. Westdorp. En dan is het vervolgens Van Huffel die schiet. Het vizier staat nog niet echt scherp. Ligt iemand gebaseerd van Lisse, maar Koen Westdorp gaat gewoon door. Dit is Nick Verhagen. Appel voor Hens. En dan wordt er pas gefloten en zijn er een paar spelers bij Lisse boos. Met name Tim Brinkman, vorig seizoen nog speler van Spakenburg, die daar de confrontatie op zoekt. Mike de Bruin lost het allemaal soepel op. De Bruin die ook trouwens eerder dit seizoen de wedstrijd tussen Lisse en Spakenburg floot. Toen werd het 3-1 voor Spakenburg. Twee treffers toen uit de corner en één uit de vrije trap. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Als de thuisploeg uiteindelijk een hoekschop mag nemen. Die komt van Kilian van Mil en wordt binnengekopt door Floris van der Linden. Natuurlijk doet hij het weer. De aanvoerder. Assist van Mil. En ook vandaag dus weer een vrije trap en een corner waaruit Spakenburg scoort tegen Lisse. Van der Linden hoeft niet eens te springen om die bal achter de Groot te kunnen knikken. De wedstrijd eerder dit seizoen trouwens was ook de laatste van Richard van Heulen als trainer van Lisse. En hier de enorme fout achterin en dat wordt afgestraft. Kilian van Mil met de 3-0. Wat doet Björn Musje daar? Geen controle over de bal en Van Mil met zijn eerste namens de Blauwe. Hij kwam in de winterstop, heeft natuurlijk een verleden bij Katwijk. En zet nu Spakenburg op 3-0 en dus weer ook een klein stapje dichter bij de titel. En daar wordt nu al op gedronken langs de kant. Water waarschijnlijk door Chris de Graaf. Na de 3-0 wordt er veel gewisseld bij Spakenburg. Laat het de teugels wat vieren. Is hier Dilandro Panka met een doelpoging namens FC Lisse. En aan de andere kant weer Van der Linden. Redding is goed van de Groot. Hier is de bal al over de zijlijn geweest. Weer de thuisploeg met hier Kuruma. Ferrabori Kuruma, hij speelt eigenlijk links voorin. In de tweede helft de invaller voor Van Mil. Waar normaal dus Mukhtar Suleiman staat. En daar is opnieuw Kuruma voorbij Bailey. Vrij makkelijk gaat dat. Het terugleggen. En dan, ja, wie gaat er schieten uiteindelijk? Het antwoord is deze man. Tom Noordhoff. Noordhoff, die kwam van FC Lisse. En nu dus bovenaan staat in plaats van onderaan als hij bij Lisse was gebleven. Noordhoff hier opnieuw belangrijk met dat tikje. Als de wedstrijd al bijna gespeeld is. En er nog één kans komt in blessuretijd en die wordt hier benut. Het doelpunt is van Dilandro Panka. Tikt die bal daar door de benen heen van Alessandro Dame. En die zal balen dat hij vandaag de nul niet kan houden. Omdat zijn defensie ook niet helemaal lekker staat op te letten. En dan is het Panka met de 3-1. De uitspeler van Quick Boys. Maar is het natuurlijk te laat
om er iets van hoop te bezorgen bij FC Lisse. Lisse dat ik weet dat het niet van deze wedstrijd moet hebben. Wil het zich handhaven in de Bad Nation divisie. Hier is de bal bij Koos Bergman. En dan is daar het eindsignaal. Spakenburg wint weer eens een keer na 2 nederlagen op rij. En dat wordt gevierd met het publiek. Het wordt 3-1 tegen Lisse.